ik naar je word bejubeld. Kan jij uitleggen de afgelopen jaren, wat het talent van Nicolien is geweest dat ze al die jaren maar heeft willen en kunnen doorgaan om uiteindelijk dit te bereiken? Dames en heren, we hebben de coach van de gouden medaillewinnaar, Nicolien Sauerbrei. Vertel. Ja, vasthoudendheid. Dat is wel, denk ik, een sterk karakterpunt. Zij is altijd blijven geloven. Ja, maar ik hoop natuurlijk iedereen in de omgeving. Dus ja, dat is eigenlijk vanzelfsprekend geworden. Nou, als je op de Cypress Mountain zit, als tribuneklant, als gewoon als toeschouwer, heb je het gevoel van, goh, gaat het ergens mis? Of is er ergens iets waarvan het team denkt, oeh, dat moet beter, Nicolien, want anders gaat het misschien fout. Wat zeg je tegen haar op weg terug als ze net een run gedaan heeft? Ik zeg niet zo heel veel, maar hele kleine dingetjes die ze bewegen, diep hoofdbewegingen en dat soort dingen. En makkelijk boorden, ja, dat klinkt een beetje eenvoudig, maar dan weet ze wat ik bedoel. En dat doet ze dan ook direct. Maarten, het is haar prestatie, absoluut. Maar jij hebt daar zeker rol in gespeeld, net zoals een groot deel van het team dat daar staat. Maar mede voor jou verdient de coach ook een medaille. Het is voor jou, maar ook voor het team, omdat jullie Nicolien hebben gebracht waar ze uiteindelijk gekomen is bij die gouden medaille. Gefeliciteerd, Maarten Sauerbrei! Want onderweg terug van Cypress Mountain naar Vancouver zat ik naast een Russisch meisje. En ze baalde dat ze had verloren, althans dat haar land weer geen goud had gepakt. En ze vroeg mij, where does she train in Holland? She doesn't. Het geeft maar aan hoe bijzonder deze gouden plak is van Nicolien Sauerbrei. De allereerste Nederlandse wintersportmedaille op de sneeuw. De allereerste. Het is vooral de allereerste Olympische gouden medaille van de vrouw. Die ik met zeer groot genoegen mag aankondigen. Want ik ben gek op haar. Nicolien Sauerbrei! Dit was bij allemaal vorig jaar heel lang. Maar het moet me van het hart één ding wat me bij jou altijd is blijven opvallen. Wat de resultaten ook waren. Tuurlijk, de laatste jaren wereldcup gewonnen, fantastisch, podiumplaats gehaald. Maar jouw echte diepe passie voor die sport, die je altijd maar hebt gevoeld, daar heb ik een enorme bewondering voor. En Nicolien, deze medaille, ik weet zeker dat zij dat ook vinden, is je echt meer en meer en meer dan gegund. Maar even terug. Want het was vandaag echt kut weer. Maar ik vraag me af in hoeverre je met dat weer, de omstandigheden zijn verschrikkelijk zwaar. Hoe ging je daarmee om? Uiteindelijk goud, maar als je nou aan het begin, dan weet je dat nog niet. Hoe ging je daarmee om?
Nou, het begon vanaf gisteravond. Ik wist dat het slecht weer ging worden, dus ik heb alles dubbel meegenomen. Twee snelheidspakken, droge sokken, een droge onderbroek, tot ik was voorbereid tot in de puntjes. Ik dacht, ik wil niet te nat worden. Maar uiteindelijk heb ik bijna mijn droge spullen niet aangeraakt en ben ik tot op het dam doorheen geweest. Maar het is het meer dan waard geweest. Is er een moment geweest, met name in de tweede run in de finale? Je had een klein achterstand, je begon op de rode baan. En wij hadden aan de kant zoiets van, nou, die rode baan is sneller. Dat houdt ze in. Maar is er een moment op de baan geweest, voordat je was gefinished, dat je dacht, yes. Ik heb de laatste run gedacht, vol gas. Ik heb zelfs onderweg tegen mezelf hardop geroepen, ga voor goud. En ik heb het gedaan. Ik moest nog wel even dubbel checken op de finishlijn, want ik denk, ik ga me niet vergissen. Zilver was mooi geweest, maar dit is het echt. Laten we even kijken naar die tweede van Nicolien. Nu moet je het laten zien. Het verschil is minimaal 0,02. Kijk, dat is haast niets. En Sauerbrei voor de race van haar leven met de lichte voorsprong bovenin. Het gaat heel spannend worden. De foutjes bij de tegenstander, bij Iljukina. De voorsprong staat nog steeds op het laatste steile deel. Kom op Nicolien, hou het vol. Hou het vol tot aan het eind. Ze is er bijna in de zicht van het publiek. Daar is goud voor de Nederland. Nicolien Sauerbrei wint voor het eerst goud in de sneeuw voor Nederland. De 100ste medaille voor Nederland op de Olympische Spelen is een feit. En die is niet van Sven Kramer, die is van Nicolien Sauerbrei. Oké. Nicolien, je krijgt hier in Hon Heinekenhuis ook een aandenken. En het aandenken wordt altijd uitgereikt door iemand die bijzonder is. En dat is deze keer voorzitter van NOC-NSF, dames en heren, Erika Terpstra! Voor de coach, maar voor de...